Het schandaal rond gebedsgenezeres Greet Hofmans. Historici, journalisten en royalty watchers houden zich er al meer dan een halve eeuw mee bezig. Hoe groot is de invloed van Greet Hofmans op Juliana? Zijn de ideeën van de gebedsgenezeres wat zweverig maar verder onschuldig? Of legt ze bewust een bom onder het huwelijk van Juliana en Bernard en daarmee ook onder de monarchie? Ze komt naar Paleis Soestdijk om het slechtziende prinsesje Marijke door middel van gebed en handoplegging te genezen. Bernard vertelt hoe hij destijds zelf aan Juliana voorstelde om deze mevrouw Hofmans eens te vragen of ze iets kon doen aan de oogkwaal van de kleine Marijke. I talked to my wife about it and said, if it can't do any harm, it might could do perhaps some good. There are some extraordinary cases in this world where things have happened, some miracles. And praying shouldn't hurt anybody anywhere ever. De koningin en een clubje chique mensen om haar heen zijn overtuigd dat Hofmans beschikt over bijzondere gaven. Dit tot grote ergernis van prins Bernhard. En ook de regering vermoedt dat de invloed van Hofmans groot is. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog staat Juliana erop haar eigen speech te schrijven tijdens een staatsbezoek aan Amerika. Op een zweverige manier predikt ze daar de wereldvrede. Goodwill leads to understanding. And understanding leads to confidence. And confidence is the only workable basis for international cooperation. De ruzie tussen Juliana en Bernard loopt hoog op en leidt bijna tot een echtscheiding. And it had practically ruined our marriage at that time. Because my wife thought that by having my attitude I was obstructing the health, the child getting better. Bernard schakelt in het geheim de pers in en dwingt zo de regering tot ingrijpen. The government had named a committee of three people to look into the whole matter. There's a whole dossier about it which has now been burned. Misschien staat het in het rapport van minister Beel. Zijn commissie spreekt met alle betrokkenen en komt met een advies. Hofmans en haar sympathisanten mogen geen contact meer hebben met Juliana. Er komt geen echtscheiding en de koningin blijft op de troon. Het dossier van Beel verdwijnt heel diep in een la.